en dit is bij het sluisje in Zuilichem. En je kan hier heel goed zien hoeveel geweld dat er achter dit water zit. Ja, op deze beelden zie je heel goed hoe hoog het water hier inmiddels staat. Je ziet achter ons de scheepvaart, die waren bijna op gelijke hoogte als wij hier staan met onze voeten. Dus we kunnen hier ook niet al te lang meer blijven staan, want dan krijgen we ook echt natte voeten. De meeste huizenbezitters tegenwoordig die zijn aardig beschermd, die aan de buitenkant van de dijk zitten. Die hebben allemaal een dijk achter hun huis gekregen. Ja, alleen deze bewoner die hier zit, die heeft de pech om dat niet te hebben. En je ziet wat de gevolgen zijn. En dit is natuurlijk ook een heel bekende plaats met het hoge water. De veerdienst van Brakel naar Herwijnen. Die niet meer aanlegt op deze stoep, maar een stukje verderop. Want ja, het water staat eenvoudig hier veel te hoog. Ja, we weten inmiddels dat het water in Lobith al zachtjes aan het zakken is. En dan duurt het meestal 2 tot 3 dagen voordat we het hier ook gaan merken. Maar het is natuurlijk heel spannend wat het morgen gaat doen. We verwachten natuurlijk een zuidwesterstorm en dan gaat het water minder snel wordt het afgevoerd. Plus dat er nog eens 20, 30 mm regen gevallen, dus het is allemaal een beetje onzeker. KNMI heeft inmiddels ook code oranje afgekondigd voor morgen. Dus ja, we kijken dan toch wel met een nodige spanning naar de dag van morgen. Ook of dat deze veerdienst blijft varen natuurlijk. In 2018 was het water toch nog wel wat hoger, want toen werd de veerdienst uit de vaart genomen. Ja, gewoon omdat de pad naar de veerdienst hier ook toen helemaal onder water stond.